Nou kijk, hier kom je dus bij de hindernissen die wij voor de survival in de Broekpolder gebruiken. Ja, en helaas kom je dan aan en dan zie je dat datgene wat we op hebben gehangen volledig afgebrand is. En zo 6 op een rij, in 2 weken tijd ongeveer. Outdoororganisatie Adventure Vlaardingen wordt geteisterd door branden. Volgens eigenaar Hans van der Haven is het moeilijk om in de gaten te houden of de obstakels met rust worden gelaten. Dus doet hij een oproep. Ja, de Broekpolder is prachtig en groot en groen. En op dit moment zien we gewoon dat we daar moeite mee hebben om dat gebied te overzien. Dus ja, we hebben daar wat extra ogen en oren voor nodig. Ja, precies. En hoe kunnen mensen jullie dan daar eigenlijk toch ook een beetje mee helpen om dit te signaleren? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Op het moment dat je eigenlijk zaken ziet die niet kloppen, dan is eigenlijk het meest handige om de politie te bellen. Of als je zelf bij machten bent om iemand aan te spreken, dat men in ieder geval stopt. Dit lijken geen doorgewinterde bankovervallers die dit doen, maar gewoon mensen die puur uit zijn om andermans spullen te verzieken. Honderden mensen survivalen elke week in de Broekpolder volgens Hans. Om het survivalen mogelijk te houden, moeten de verbrande bouwwerken worden hersteld. En dat kost veel geld. Maar de frustratie, met name natuurlijk voor mensen die hier elke week, en we werken met heel veel vrijwilligers, dat is een bouwploeg, die staat elke zaterdag hier te werken om dit soort apparatuur in onderhoud te hebben en veilig te houden. En die beginnen elke week weer opnieuw. En dat begint wel zachtjes aan vervelend te worden. Dit kost bij elkaar wel een paar duizend euro van de touwen, de materialen. Maar we zijn desondanks naast de vrijwilligers ook een bedrijf. Dus dit kost ook gewoon je inkomsten, omdat het seizoen gaat beginnen. En op deze manier, de scholen die ons bezoeken bijvoorbeeld, ja, dat gaat allemaal gevaar lopen, omdat die routes continu in de brand gaan. Het doel is om het patroon van het brandsticht in kaart te brengen. Daarover is contact met de politie. Maar er is nog niet duidelijk wie de Broekpolderpyromaan echt is. Ja, dat zou ik puur moeten gaan raden. Dus vandaar wie het ook doet of wat het ook doet. Wij willen gewoon dat het stopt. Dus wij nemen onze maatregelen. Maar de andere kant is, we hebben gewoon mensen ook nodig die het signaleren. Dus wij vragen eigenlijk iedereen die buiten het mooie gebied en de groene parel van Vlaardingen, dat is de Broekpolder, met z'n allen zorgen dat het niet de zwarte parel gaat worden, want dit loopt de spuigaten uit.